Het is eindelijk weer tijd voor een nieuwe video over het paardenspel My Horses. Dus superleuk dat jullie kijken. En heb je zin in deze video? Doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we heel snel beginnen. Want het is al even geleden dat ik dit paardenspel heb gespeeld. En ik zal jullie geheugen even opfrissen en laten zien welke paarden ik allemaal heb. Dit zijn de paarden die ik op dit moment heb. En je hebt ze kunnen zien in mijn vorige video's. En in de video van vandaag wil ik heel graag een nieuw paard kopen voor mijn paarden zorgen. Misschien dat ik trouwens ook nog een nieuwe stal moet kopen. Want kijk, dit is dus mijn eigen terrein. En dat is nog niet zo heel groot, want ik ben niet heel ver in het spel. Maar ja, als ik een nieuw paard wil, moet ik misschien wel een nieuwe stal en paddock kopen. En deze video is dus weer in samenwerking met My Horses gemaakt. Dus blijf zeker kijken tot het einde, want ik heb nog 2 codes voor jullie gekregen. En ik heb nog een winactie. Ik zal even gauw de paarden laten zien die ik op dit moment heb. Want ik begon net bij dit paard. En die is wel heel speciaal, want die heb ik dus zelf gefokt. Kijk, er staat hier ook fokker Daphne Draafdoor en eigenaar Daphne Draafdoor. Even kijken of ik haar nog kan poetsen. Ja, oké, kijk. Maar als je net begint op My Horses, dan krijg je dus een gratis paard. En dit was mijn paard wat ik aan het begin van mijn spel kreeg, Silverstar. Ja, heel mooi grijs paard. Die ga ik ook maar eventjes poetsen, want ik zag dat hij ook wel een poetsbeurt kon gebruiken. Dan hebben we hier nog een paard van mij. Dit is Spot, die ziet er ook heel mooi uit. Volgens mij heb ik deze niet zelf gefokt, maar heb ik die gekocht. Ja, kijk, ik heb hem niet zelf gemaakt. Zelf gemaakt, zelf gefokt. En ik heb ook dit prachtige paard. Ja, eigenlijk hebben al mijn paarden wel een beetje een apartere kleur. Dat vind ik wel heel leuk om paarden op dit spel te verzamelen die echt een hele aparte kleur hebben. En ik zag dat deze volgens mij een peesblessure heeft. Ja, oh nee! Ik ben namelijk niet echt iedere dag heel lang online. Dus dan, ja, gebeurt het wel eens dat je paard een peesblessure krijgt. Dus ik ga gelijk even, ja, naar de dierenarts om de paard te repareren. Ja, ik bedoel peesblessure behandelen. Kijk, hier zo. Hoppakee. De slagingskans is 100%. Het paard heeft 3 dagen boksen dus nodig. Oké, het gaat gelukkig wel 100% goed. Woehoe, de behandeling is geslaagd en het paard moet nu 3 dagen op rust staan. Oké, ik had het net al even laten zien. Dit is dus mijn manege. Hij is niet zo heel erg groot, want er zijn echt spelers die hebben een gigantische manege. Maar ik heb wel een beetje de belangrijkste dingen, want ik heb hier een paddock. En mijn paarden die staan voornamelijk in de paddock, want dat is handig. Als ze namelijk in de stal staan, dan kost het je eten. En als je je paarden in de paddock laat staan, dan moet je alleen de waterbak om de zoveel tijd vullen. En dat is gratis, dus zo bespaar je eigenlijk kosten. En daarom staan al mijn paarden eigenlijk altijd in de paddock. Nou, ik heb hier ook een longeercirkel en die had ik toen nodig om mijn veulentje op te leiden. Maar ja, nu heb ik geen veulentje meer, dus kan ik dit niet meer gebruiken. Dus eigenlijk moet ik weer een veulentje. En ook heb ik hier een hele grote weide. En dat is de fokweide. En dan kan je dus echt veulentjes gaan fokken. Alleen ik denk niet dat ik dat nu kan doen. Maar ik kan er geen paarden in zetten. Ja, misschien omdat ze natuurlijk niet zo lang geleden al een veulentje hebben gekregen. Maar ik zal nou even laten zien welke gebouwen je allemaal nog meer kan kopen voor je manege. Ja, je kan het echt zo groot maken als je zelfs wil. Kijk hier dan. Een hele grote binnenbak en een buitenbak. Ja, zoveel geld heb ik niet. Ik heb er echt 8000. Oké, verder heb je dan hier zo de wereld. En hier kan je dus naar verschillende onderdelen in het spel. In het dorp van Appelveen, ja kijk, dat ziet er dus zo uit, heb je eigenlijk alles wat je voor je paard nodig hebt. Zoals de ruitenwinkel, hoefsmitten, bank, een voerhandel, dierenarts, daar was ik net dus geweest. En de paardenmarkt. Oh, daar heb ik dus volgens mij in de allereerste aflevering, heb ik mijn paard op de paardenmarkt gekocht. Oh ja, kijk nou, die zien er allemaal zo mooi uit. Oh, hier, krijg je dan gewoon dat tuig erbij trouwens? Ah, en dit paard heeft gewoon een eigen kerstboom, hoe schattig. Oh ja, er zit dus tuig bij. Dan denk ik dat je dat er gewoon bij krijgt als je dat koopt, toch? Hij kost 25.000 coins. Oh ja, dat heb ik echt niet. En ik kan denk ik beter dan een nieuwe stal gaan kopen. En oh, ik ga jullie nog iets heel erg leuks laten zien. De trouwe kijkers zullen dit wel weten, want let op, tadaa! Bunny en Snuff zijn dus in dit paardenspel. Hoe leuk is dat? Ja, die bestaan nou inmiddels al 3 jaar lang op het spel als stalmaatje. Er is zelfs een kerstversie van Bunny. Ja, Snuff is helaas overleden, maar hij is gelukkig nog wel in het spel te zien. En we hebben natuurlijk hier Bunny. Staat ook echt bij. Dit konijntje is geïnspireerd op het konijntje Bunny van YouTuber Daphne Draafdoor. Hij zit inmiddels echt al lang in het spel. Maar ik zal even laten zien wat je dan hiermee kan en hoe je aan Bunny kan komen. Kijk, ik heb hier Bella en dan kan je dus een stalmaatje toevoegen. En dan heb ik hier Bunny. Voeg ik Bunny eventjes toe en tadaa! Ja, kijk! Dat is het dus. Bunny is dus als stalmaatje in het spel. En dan kan je hem dus bij je paard neerzetten. Oh, het ziet er zo onwijs schattig uit. Zijn er eigenlijk trouwe kijkers die My Horses spelen en Bunny al als stalmaatje hebben? Laat het even weten in de reacties. Oké, dat wilde ik even gauw laten zien. We gaan gauw verder met het spel, want je hebt hier bij het zadeltje de trainpagina. Op die manier kan je je paard naar een hoger niveau brengen. Maar ik moet zelf zeggen dat ik meer ben van het paarden kopen en opzadelen. Dat vind ik zelf heel leuk om te doen. Dus hier heb ik nog niet heel veel gedaan. En dan heb je hier het forum.
forum en er zijn allerlei verschillende spelletjes. Maar je kan ook natuurlijk mensen dingen vragen als je ergens hulp bij nodig hebt. En ik heb nog een hele handige tip, want als er iets niet duidelijk is, dan kan je hier bij het vraagteken kijken en dan kan je hier precies alles vinden, ja, wat je wil weten. Want ik moet wel zeggen, het spel kan soms best wel ingewikkeld zijn. Je moet echt wel goed lezen. Kijk trouwens even hoe groot deze range is. Zo groot kan het dus wel worden. Maar oké, ik had jullie beloofd dat ik vandaag een nieuw paard zou kopen. Dus dat gaan we doen. Heb je nog geen duimpje omhoog gedaan? Doe dat dan snel. De vorige keer hebben we dus een paard gekocht hier zo bij de paardenmarkt. Maar er is nog een andere plek waar je paarden kan kopen en dat is bij de vallei. En het leek me leuk om ook een keer op een andere manier een paard te kopen, want hier kan je dus blijkbaar echt een heel nieuw paard kopen. Oh, er zijn trouwens ook echt heel veel rassen. Kijk, we zijn hier nog maar bij de A. Hier Connemara's. Is er dan eigenlijk alleen de kleur wit en grijs? Oh, volgens mij is dat zo, ja. En dan als je je paard doorfokt, dan krijg je natuurlijk andere kleuren. Oh, er zijn ook fjorden. Oh, oké. Oh, ze zijn helemaal niet zo duur. 350 pluscoins. En ik heb er 12.000. Ik heb geen idee hoe ik ooit zoveel pluscoins heb gespaard. Oh, IJslanders, knapstroepers. Dat zijn toch die gevlekte? Oh, het aantal vlekjes valt hier nog mee. Oh, een Shetland pony. Kan je dat ook kiezen? Oh, wat schattig. Oh, deze is ook tof. Oh, die tankers. Oh, die is ook mooi. New Forest pony, Mustang, Marwari, KWPN'er. Dit is een soort bol.com, maar dan voor paarden. Oh, wauw, kijk deze. Oh, haflingers. Oh, wauw, die ziet er ook mooi uit. Nou moet ik gaan kiezen en ik ben heel slecht in kiezen. Maar trouwens, er is één ding wat mij opvalt. Er zijn nog geen dravers. Er zijn geen dravers. Jongens, moet My Horses een draver maken in het spel als paardenras? Laat het even weten in de reacties. Hé, een Fries paard is helemaal niet zo duur. Die kostte maar 250 pluscoins. Kijk, dit miniatuurpaardje kost veel meer. En die is echt zo klein. Oh, of ik ga voor deze IJslander. Die ziet er ook wel heel mooi uit. De inenting van dit paard is bijna verlopen. Oh ja. Nou, heb ik een nieuw paard gekocht, mag ik gelijk weer zijn inenting gaan kopen. Waarom staan hier trouwens echt heel veel soorten Connemara's, maar ze lijken allemaal hetzelfde? Kijk, ze kosten ook hetzelfde en ze zien er hetzelfde uit. Huh? Maar ik denk toch dat ik voor deze IJslander ga, want IJslanders vind ik altijd wel leuk uitzien. En ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik moet niet te lang meer gaan twijfelen. Ik heb op koop gedrukt. Oh, oké. Heel mooi blauw scherm. Weet je zeker dat je dit paard wil kopen? Ja joh, laat mij nog maar weer meer twijfelen. Maar ik weet het zeker. Je hebt het paard gekocht. Het paard staat nu in je stallen. Oh ja, maar ik kon hem natuurlijk nu niet in de paddock zetten. Oh, je hebt momenteel 5 van de 5 stallen in gebruik. Er zijn nog 0 stallen vrij. Oké. Dus als ik nu een nieuw paard wil fokken of kopen, dan kan dat niet, want ik heb geen ruimte in mijn stal. Oké, dus ik moet sowieso een keertje mijn manege gaan uitbreiden. En in de paddock kan ik dat paard ook niet zetten. Dus hij staat nou in zijn eentje in de stal. Oeps. Maar ik heb dus nog niet genoeg geld om een stal of een paddock te kopen. Ik ga niet gelijk mijn paard laten uithongeren. Dus ik heb hem nou eten gegeven. Kijk dan, al die paarden staan in de paddock, paddock, paddock. En die staat op stal. Hoe kan ik trouwens zijn naam aanpassen? Want hij heet nu No Name. En dat is ook wel een beetje sneu. Oh hier, geef je paard een naam. Oh, dan moet ik ook weer kiezen welke naam ik dit paard geef. IJslandse paardennamen. Ik ga het gewoon googlen. Wat heb ik eigenlijk gekocht? Een hengst of een merry? Een hengst. Oh, daar heb ik eigenlijk niet op gelet of het een merry of een hengst was. Want als ik nou een merry had, dan kon ik IJslandse veulens fokken. Oeps, eigenlijk heb ik niet goed opgelet. Kan ik hem nog retourneren of kan dat niet? Ik heb hier een IJslandse paardennaam en dat is Loki. En dat vind ik eigenlijk wel leuk klinken. Dus ik denk dat ik dit paard gewoon Loki ga noemen. Oké, ja, ik ga het doen. Oh, weet je zeker dat je het paard de volgende naam wil geven? Ja, ik weet het zeker. Ja! Oh, oké, hij heeft nu een naam. Ik kan Loki nu gaan opzadelen. Dus even kijken in mijn inventaris. Ja, hier kan ik wel zien wat ik heb. Maar dan zie ik niet echt de plaatjes. Dus dan ga ik even naar mijn inventaris. Dan zie ik precies wat ik allemaal heb. Oké, ik heb niet zo heel veel soorten zadels en hoofdstellen, maar het ziet er gewoon prima uit. En ik heb een aantal dekjes. Oké, deze ziet er wel heel leuk uit. Zal ik mijn paard gewoon dit dekje geven? Ja, dat vind ik wel heel leuk. En ik ga er Bunny bij zetten. Oké, dan weet ik nu wat ik ga geven. Je hebt trouwens ook nog de winkel. Die zou ik anders wel even laten zien. Kijk, heb je hier allerlei soorten tuig die je dus voor je paard kan kopen. Maar ik denk dat het voor mij nu slim is om te gaan sparen voor een nieuwe stal en een paddock. Maar dat vind ik zo leuk aan dit spel, want ze hebben zoveel soorten zadeldekjes en tuig. En het ziet er zo mooi uit. Kijk, ook allerlei peesbeschermers. En je hebt ook nog premium tuig. Dus dat ziet er ook heel mooi uit. Maar dat kost wel wat meer geld. Maar goed, ik ga vandaag geen geld meer uitgeven aan tuig. Ik kan beter sparen voor een nieuwe stal. Dus ik ga Loki even opzadelen. Ik doe een simpel zwart zadel. Simpel zwart hoofdstel. Ik doe het bird dekje. Oké, en dan ga ik hem optuigen. Nu gebeurt het. Ja! Oh. Kijk dat dekje.
je nou? Volgens mij is dat dekje trouwens gemaakt door een van mijn kijkers. Dat was toen een winactie die ik samen met My Horses heb gedaan. Toen konden jullie een eigen dekje tekenen en toen is dit het winnende ontwerp geworden. Oké, ik wil ook nog even een stalmaatje toevoegen. We hebben nog een kerstbunny. Dus die zet ik erbij in. Oh, kijk nou. Oh, dit is zo schattig. En ik heb nou dus twee soorten bunnies in mijn stal. Ik heb hier de normale bunny en bij Loki staat dus de kerstbunny. Kijk dan, je ziet echt zo dat kerstmutsje verschijnen onder die oren. Oh. Oh, en de inenting is bijna verlopen. Wacht, dus dat doe ik nog even snel. Gaan we weer naar Appelveen en dan naar de dierenarts. En oh, dat kost 350 coins. Maar ik moet het maar wel doen, want anders wordt hij straks weer ziek. Nu is dit paard een speljaar lang beschermd tegen influenza en tetanus. Oh, een speljaar lang. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar dat klinkt heel erg lang. Dus nou, wordt hij hopelijk niet ziek. Maar oké, ik vertelde jullie dus al dat ik twee codes van My Horses heb gekregen. En die ga ik nu aan jullie vertellen, dus let goed op. De codes kan je invullen op deze pagina. Ik zal de link even in de beschrijving zetten. En als je dan de code SUPERCADEAU4 invult, dan krijg je een lichtbruin hoofdstel, een lichtbruin zadel, een zadeldekje en een stalmaatje gratis. Ik zag dat ik het al had gekregen, dus ik zal even kijken in mijn inventaris. Dan kan ik precies laten zien wat je met deze code krijgt. Een lichtbruin zadel, lichtbruin hoofdstel, een pink springdekje en een blauw bonte muis. Dus ook een stalmaatje. Die krijgen alle leden tot en met 31 december gratis als je deze code invult. Dan heb ik nog een tweede code waarbij je dus een gratis bunny stalmaatje krijgt. En dit is wel een hele speciale editie, want ik heb deze zelf nog niet. My Horses heeft namelijk een Piet versie van Bunny gemaakt. Want het is natuurlijk bijna Sinterklaas, dus ze hebben een speciale editie van Bunny gemaakt. En hij heeft dus inderdaad pepernootjes en een mutsje op. En oh, het is zo schattig. En Bunny, die krijg je dus vanaf nu tot en met 31 december gratis als je premium lid bent of als je pluscoins hebt gekocht in deze periode. Gebruik daarvoor de code LOVE voor Bunny. Echt een hele leuke code. En dan krijg je gratis Piet, Bunny en een Americo dekje. Een Sinterklaas special, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Kijk even voor alle informatie over de codes in de beschrijving. En ben je nou zelf ook benieuwd geworden naar het spel, dan heb ik een link aangemaakt in de beschrijving. Dan kan je gratis een account aanmaken, want My Horses, dat kan je dus spelen op het internet. Er komt binnenkort ook een app aan, dat kan ik jullie alvast verklappen. Maar als je de link in de beschrijving gebruikt, dan kan je dus spaarzegels verzamelen. En dan kan je daarmee dus ook weer dieren kopen. Dus heb je nog geen account, maak dan een gratis account aan via de link in de beschrijving. En gebruik ook de codes die ik net heb laten zien. En ik blijf nog even doorgaan met cadeautjes weggeven, want op mijn Instagram-account staat nu een winactie online waarbij je kans maakt op Bunny als stalmaatje naar keuze. Je mag dus kiezen of je de normale Bunny wil winnen, een kerstbunny of de pietenbunny. En als je wint, krijg je ook nog 3 maanden gratis premium lid en een dekje naar keuze. Dus ga ook naar mijn Instagram om kans te maken op deze prijs. Zo, oké, dat waren even alle cadeautjes, gratis codes en acties die ik heb verteld. Dus ik zou het superleuk vinden als jullie natuurlijk ook My Horses gaan spelen. Ik heet zelf Daphne Draaf door op het spel. Ja, dat is niet zo moeilijk, dus je kan mij onder deze naam vinden. Maar dit waren nog niet eens alle acties, want vanaf 1 december is het kerstevenement weer terug op My Horses. En dat betekent dat je elke dag een gratis cadeautje kan ophalen. Hier zie je nog een paar cadeautjes die vorig jaar werden weggegeven, dus het gaat super tof worden. En je kan ook nog een team vormen met andere spelers en samen zo de strijd aangaan. Dus vanaf 1 december wordt het ook nog kerst op My Horses. En een van de meest gestelde vragen is vaak ook nog, hoe kan je geld verdienen? Dus dat zal ik nog eventjes snel laten zien, want als je naar het hoofdscherm gaat, dan heb je daar een hele makkelijke manier hoe je geld kan verdienen. Op het homescherm heb je namelijk quizzes en dat zijn soort van vragen en als je die goed beantwoordt krijg je 50 coins. De vraag is nu, welke van de volgende genoemde is geen aftekening? En ik kan kiezen uit witbeen, witvoet, halve witbeen, halve sok. En wat is dan geen aftekening? Ik vind witvoet wel een beetje raar klinken, maar ik weet niet of ik het goed heb. Dat is niet het juiste antwoord. Oh nee, oké. Maar dit is dus een makkelijke manier dat als je de vraag goed hebt, dan krijg je dus om de 3 minuten kan je dus 50 coins verdienen. Maar ook heb je, als je naar het dorp Appelveen gaat, dan heb je hier zo een bordje met hulp gezocht. En dan kan je klusjes doen in het dorp en ook daar mee kan je dus geld verdienen. Kijk, ik heb hier nou straatvegen en je hoeft het dus gewoon alleen maar aan te klikken eigenlijk. En dan heb ik nu, wow, 47 coins verdiend. En naarmate je verder komt, kan je al deze klusjes ook doen. Maar ja, ik ben alleen nog maar hier. Dan
kan je ook nog werken en je kan dus stallen uitmesten. Dus ja, ik kan nou 10 coins verdienen. Het is niet heel veel, maar ja, hè, het is iets. En je kan ook nog verzorgpaarden kiezen. Kan je ook weer uit een paard kiezen. Oh, kijk, hier staan wel wat meer paarden tussen. En dan kan je die ook verzorgen. En daarmee krijg ik dan nu ook weer 50 coins. Dus dat was even een snelle cursus hoe je dus geld kan verdienen. Maar als je hier bij het vraagteken kijkt, dan heb je hier ook coins verdienen. En dan kan je alles weer terugvinden over hoe je precies geld kan verdienen. Dus laat even in de reacties weten hoe lang jij al My Horses speelt. Ik ben heel benieuwd. Ik ga voorlopig maar even verder sparen, zodat ik mijn manege wat meer kan uitbreiden. En ik weer meer paarden kan kopen en fokken. Want eigenlijk loop ik nou een beetje vast en kan ik mijn stal niet uitbreiden. En dat vind ik natuurlijk wel het leukste. Dus laat zeker ook even in de reacties weten wat jullie graag in de volgende My Horses video willen zien. En laat natuurlijk weten wat jullie van deze video vinden. Er werd heel vaak gevraagd om een My Horses video. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Komende maanden komt er nog een My Horses video online. Dus doe zeker een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal om geen één video te missen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video maar weer. Doei doei!